Even alle boys, 14 jaar, Bart Lobbes, Henry op 31, Bart Lobbes, Henry op 31, Bart zit daarop en Brink gaat op eerste de bocht wel komen en met zich mee de bank en wie zal het wel zijn? Ik denk dat dat Camille Beum is. Camille Beum gaat daar als tweede doorkomen en dan wordt het spannend. Het is Dolph Dolph die daar de mooiste lijn heeft en de derde positie ook gewint in de van Kiro Schijndel. Dus die moet dan terug gaan zakken. Wat gaat er voorheen gebeuren? Helemaal niets gaat er voorheen gebeuren, want het is Brink die is sterkst is in deze B-finale. En dan gaan we kijken naar Dolph die er een aanval inzet. Zal hij dan de tweede plek over hebben? Lijkt wel zo te zijn. Het is aan de jury daar een voordeel. De winst was in ieder geval voor Jamie Lopik. Gaan we door, A-finale.